gezonde concurrentie is naar mijn mening helemaal niks mis. Maar dat is helemaal geen gezonde concurrentie. Want door die concurrentie gaan ze niet meer samenwerken. Gaan ze van lesmethodes maar uitwisselen. Waardoor er komt ongezonde concurrentie tussen die leraren. Dat is hartstikke slecht voor de manier van lesgeven. En dat is weer nadelig voor de leerlingen. De leerlingen. Dat betekent alleen maar dat goede leraren minder contact krijgen met minder goede leraren. En wat jij net ook zei, onderwijs moet voortkomen uit passie. Nou, ik bespeur die passie bij leraren, vooral leraren die jong zijn. Leraren die net van school afkomen. Oudere leraren hebben echt het door hoe het werkt. Ik sloof me uit, jaar na jaar na jaar voor deze leerlingen. Deze leerlingen zijn ongemotiveerd. Ik presteer dan wel beter dan mijn collega. Echt, ik verdien echt niks meer. Geen respect, maar al helemaal geen geld.